Een aantal video's geleden vroeg ik aan jullie of jullie het leuk zouden vinden om een video te maken waarin ik alle spelers die nu nog in FIFA zitten, maar vanaf volgend jaar niet meer in FIFA zitten, te bespreken. En jullie leken een leuk idee en vandaag hebben we vandaag dus die video waarin ik alle, letterlijk alle spelers ga benoemen die vanaf volgend jaar niet meer in FIFA zitten. En dan heb ik het niet over ploegen die gedegradeerd zijn, die dus ja, alle spelers kwijtraakt, zoals de drie Eredivisie ploegen die gedegradeerd zijn, alle NAC-spelers bijvoorbeeld, nee. Dan heb ik het echt over spelers die of in de gevangenis zitten, die of met pensioen gaan, of een transfer maken naar een club die niet in FIFA zit, noem maar op. En er zijn er echt pittig veel. Laten we maar beginnen met de eerste, Peter Cech. Natuurlijk dit jaar nog actief bij Arsenal. Ik ga het volgend jaar weer terug naar Chelsea toe. En dan vraag je je af, maar ja, Chelsea zit gewoon in FIFA. Ja, dat klopt. Maar Cech wordt waarschijnlijk krijgt een technische rol bij Chelsea, waardoor hij in het bestuur zal komen en niet als speler actief zal zijn in de selectie, waardoor hij ook geen kaart zal krijgen op FIFA 20. Misschien wel een beetje hetzelfde geval, maar wel een klein beetje een twijfelgeval is Vincent Kompany. Hij maakt namelijk een transfer met Manchester City naar Anderlecht en hij gaat daar deels functioneren als speler, maar ook in het bestuur. De vraag is dus van ja, als hij echt in de selectie zit, ja, dan zal hij waarschijnlijk gewoon een kaart krijgen. Maar hij zit in het bestuur, dus het zal er ontspannen of hij een kaart krijgt. Maar als je uiteindelijk gaat spelen, dan is het duidelijk. Dan krijg ik ook Vincent Kompany gewoon een kaart op FIFA 20. Hoor. Daar maakt me niet bang over. Benatia ging deze winter al weg bij Juventus. Hij gaat vanaf volgend seizoen spelen in Qatar. En dat betekent dat hij niet meer op FIFA zal zitten. Of FIFA 20 moet de competitie van Qatar toevoegen. In principe zou dat best wel logisch zijn. Want best veel goede spelers spelen tegenwoordig in Qatar. Dan hebben we nog Benatia. Dan, ja, Mlapa van VVV van transfer. Maar toch best wel veel spelers maken tegenwoordig een transfer naar Qatar. Het zou helemaal niet gek zijn als die competitie zou komen. Maar ja, voor wat er nu voor staat, lijkt dit er niet echt op. En zal dat Benatia ook volgend jaar niet meer in FIFA 20 zitten. Niet heel erg op zich. Maar het is wel een hooggraderde kaart die op zich niet verkeerd was om te pakken en dan vervolgens te verkopen of in te leveren in SBC's natuurlijk. De Rossi gaat weg bij Roma, maar ook bij hem is het nog een twijfelgeval dat hij wel daadwerkelijk niet meer op FIFA zal zitten. Het gerucht gaat namelijk, ja, dat hij natuurlijk gewild wordt door clubs uit Amerika, uit China, uit Qatar, hij wordt door iedereen gewild. Maar zelf wil hij heel graag in de Serie A blijven spelen bij, ja, een andere ploeg, Fiorentina werd al eerder genoemd. De kans is dus gewoon best wel eigenlijk groot dat hij volgend jaar nog altijd op FIFA zal zitten. Maar er is een kansje dat hij vanaf volgend jaar niet op FIFA zit. En daarom bespreek ik het wel. Tim Howard, 40 jaar oud, speelde bij Colorado Rapids of zoiets, maar ik kan me niet uit. En hij gaat stoppen met voetbal, ook hij. Met retirement, ook hij gaat gewoon stoppen met voetbal. En of hij nou ergens naartoe gaat of zo, dat weet hij niet. Ik heb een beetje wat dingen gelezen en hij wil later nog in het voetbal actief zijn. Hij wil waarschijnlijk een eigen team manager, dus waarschijnlijk wordt hij gewoon trainer. Of wordt hij eigenaar van een club, tenminste dat is wat hij zelf zegt. Maar in ieder geval, hij gaat wel stoppen en hij gaat sowieso niet meer in FIFA 20 komen. Wat natuurlijk ook jammer is, want ook Howard was echt een legende in de Amerikaanse sport. En heeft ook in de Premier League best wel lang gespeeld. Dus het is jammer dat ook hij niet meer in FIFA 20 is. Frank Ribéry, ja natuurlijk, ook hij gaat weg. Hij gaat weg bij Bayern. De vraag is alleen, gaat hij stoppen of gaat hij ergens anders naartoe? Kijk, Ribéry zelf heeft eigenlijk al aangegeven dat hij nog wel 1 of 2 seizoenen wil doorvoetballen. Maar natuurlijk, ook bij Ribéry komt er wel de vraag, waar gaat hij naartoe? Hij kan naar een club gaan die op FIFA zit en dan gaat het over Engeland. Want Sheffield United bijvoorbeeld wil hem graag hebben. Dan heb ik het over Amerika, dan heb ik het over China, weet ik veel wat. Maar hij kan ook naar Qatar toe gaan of naar een land die niet op FIFA zit. En dan komt hij natuurlijk niet op FIFA 20 te zitten. Maar er is ook bij Ribéry weer een kans dat hij niet op FIFA 20 wil zitten. En eigenlijk, een identiek geval is het geval van Robben. Natuurlijk ook hij gaat weg bij Bayern München. Ook hij heeft nog geen nieuw contract. En ja, hij wordt al veel gelinkt aan een club als PSV bijvoorbeeld. Dus op zich is die kans wel heel groot dat hij op FIFA komt. Die kans acht ik ook heel klein dat hij niet op FIFA zal komen. Maar toch bespreek ik het wel, want de kans dat hij niet op FIFA 20 zit, die is er wel. En een die zeker weten niet meer komt is Robin van Persie. Gaat natuurlijk ook met pensioen, al een geweldige periode bij Arsenal, bij United, bij Feyenoord. Ja, ik mag wel een spreekje van een prima carrière. En ook van Persie kan kans maken op het bemachtigen van één icon kaart op FIFA 20. Ik denk op zich wel dat er een kansje voor hem is. Maar ik verwacht het niet, omdat er al heel veel hele goede icons zijn. En van Persie dan niet eentje zal zijn die heel veel gebruikt zal worden door de community. Omdat hij toch niet al snel is. En et cetera, et cetera. Maar goed, maar niet uit. Van Persie heeft wel een geweldige carrière gehad en gaat nu stoppen. Barzagli, actief bij Juventus, gaat ook weer met retirement. Juventus is natuurlijk een geweldige verdediging. Ze zijn al 2 kwijtgeraakt, dus Barzagli en Benatia. Maar nog altijd Chiellini, Bonucci, misschien De Ligt daarnaast.
Ja, Bazakli komt sowieso niet meer op FIFA 20. Want ja, hij gaat dus met pensioen. Ja, toch wel een beetje een sad story is het voor Casillas. Hij kreeg natuurlijk een hartaanval wat enorm heftig was voor hem. En daardoor is het meteen nog heel erg onzeker voor hem om te voetballen. Het is gewoon een risico voor hem om te voetballen. Want je weet nooit wat er gebeurt als hij dat topsportniveau moet aanhouden. Wat misschien best wel belastend en ongezond kan zijn voor zijn lichaam. Ik ben geen dokter, maar dat lijkt mij vrij logisch. En vandaar dat hij geloof ik met 100% zekerheid met pensioen zal gaan. Wat natuurlijk enorm jammer is. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, ik denk sowieso niet dat Casillas nog heel veel jaren had gekiept. Of dat hij nog een andere transfer had gemaakt. Misschien was hij zelfs wel zonder dat incident ook gestopt met voetballen. Maar nog altijd enorm heftig dat het via deze weg in principe moet voor Casillas. Wilfried Bony is een van die spelers die naar Qatar toe gaat. In principe is hij nog altijd eigendom van Swansea City. Natuurlijk gewoon ploeg van de Championship. Maar Swansea City leent hem uit naar Qatar. En ja, het is wel interessant. Wilfried Bony heeft natuurlijk heel goed gedaan bij Vitesse. Daarna heeft hij een goede periode gehad bij Swansea City. Daarna is het helemaal afgebroken bij Manchester City, bij Stoke City. Allemaal heel slecht. Maar nu speelt hij bij Al Arabi. En bij Al Arabi weet hij wel 5 keer te prikken in 7 wedstrijden. Ja, natuurlijk is het niveau een stuk lager dan Qatar. Maar nog altijd wel fijn dat hij ze daar wel kan vinden in het doel. Alexandro Pato. Ja, die kennen we natuurlijk ook allemaal. Ook een legende van het Europese voetbal en het Braziliaanse voetbal. Speelde momenteel in China. Die club, ja, kan ik natuurlijk niet uitspreken. Al die Chinese clubs, joh, in pot nat. Maar hij gaat een transfer maken naar Brazilië. En het is gek, want ik geloof dat FIFA wel de rechten heeft van de Braziliaanse competitie. Maar ze doen nooit spelers van de Braziliaanse competitie in FIFA Ultimate Team. Dus om het zo maar te zeggen, ik vind het een raar verhaal. Maar het zit geloof ik meestal met licenties en met rechten, weet je wel. Ik weet dat een aantal jaar geleden, ik weet niet of het nu nog steeds zo is, kon je letterlijk op de ploegen zoeken op Sao Paulo en Santos. Maar dan vond je letterlijk niks als je op die ploegen zocht. Maar maakt niet uit, want als je nu bijvoorbeeld met het Braziliaanse elftal wil spelen trouwens, heb je een heel elftal met alleen maar Neymar erin, wat heel gek is. Maar dat doet er niet toe. Pato gaat spelen in Brazilië. Sao Paulo gaat hij naartoe. En dat betekent dat hij waarschijnlijk niet in FIFA 20 zal komen. Aduriz speelt natuurlijk momenteel nog bij Atletiek Club Bilbao. Maar hij gaat stoppen. Hij gaat met retirement. En dat betekent ook dat hij natuurlijk dan niet meer op FIFA 20 zal komen. En Valencia, ik besprak hem al in mijn vorige transfervideo, gaat weg bij Manchester United. En hij gaat naar Liga Deportiva Universitatia. Universitatia, dat is het, precies ja. Hij gaat naar Ecuador, zijn thuisland. En natuurlijk de competitie van Ecuador zit niet in FIFA. En dat betekent 100% zeker dat ook hij niet in FIFA 20 zal komen. Want ik verwacht ook niet dat EA die competitie zomaar zal toevoegen. Fernando Torres speelt momenteel in Japan bij Sagan. Bij de club van... Nee, niet, hij speelt niet bij Iniesta. Hij speelt niet bij Iniesta, maar hij speelt wel in Japan. En hij gaat stoppen. Ook hij gaat met pensioen en ook hij maakt heel klein ergens misschien een klein kansje. Nee, op een icon wil ik bijna zeggen. Maar hij is te min van een icon, denk ik. Maar nog altijd wel een mooie carrière gehad. En met een nog goede speler als bij Liverpool. En ook hij gaat met pensioen. Stijn Schaars, Nederlandse legend natuurlijk. Bij PSV en Heerenveen was hij enorm goed. En hij gaat stoppen. Hij gaat stoppen met voetbal. Ook hij gaat met pensioen. Mooie carrière gehad. En hij kan goed terugkijken naar zijn afgelopen 15 jaar misschien wel als voetballer. Ik benoem het trouwens alleen maar PSV en Heerenveen. Maar we weten allemaal dat Stijn Schaars vooral heel lang gespeeld heeft bij AZ. En ook nog even bij Vitesse. Dus het is natuurlijk wel mooi om ook die twee clubs dan nog even te benoemen. En dan ga ik een interessant gevalletje bespreken. Kokorin en Mama F. Twee spelers van de Russische competitie die beide in de gevangenis zitten. Ze zijn ongeveer 1,5 jaar moeten ze vastzitten. En het is gebeurd op... ik weet niet precies wanneer. Ik geloof begin dit jaar ergens. Maar ze zitten nog wel even vast. Ze worden verdacht van om meerdere mensen in elkaar geslagen te hebben. En ja, gewoon mensen te hebben mishandeld. Dat hebben ze beide samen gedaan. En ja, ze zitten gewoon vast. En dat is gewoon verdiend. En ja, ik denk niet dat zij een kaart zullen krijgen op FIFA 20. Ik denk dat FIFA zich heel graag wil distancieren van dit soort spelers. En dat zei ik heel lekker. Maar dat is gewoon zo. Ja, het zou belachelijk zijn dat deze spelers een kaart zouden krijgen. Dat is gewoon te triest voor woorden. En de kans is heel groot dat ze nog... ik zie het er staan. 6 februari. Dus ze zitten waarschijnlijk nog wel tot... misschien eind 2020 vast, zowat. Ja, verdiend. Nasri, momenteel speelde hij nog bij West Ham United. Speelde niet echt veel. Maar hij gaat ook bij pensioen. Ook logisch. Heel uit. Goede speler wel geweest. En ook verdiend pensioen voor hem. En tenslotte ga ik eentje bespreken die weer niet helemaal zeker is. Namelijk Jean-Louis Buffon. Gaat natuurlijk weg bij Paris Saint-Germain. Maar wat gaat er gebeuren? De geruchten gaan dat hij toch nog wel doorspelen. En als dat gebeurt natuurlijk, geen probleem, krijgt hij nog een kader op FIFA. Ligt er natuurlijk aan welke club hij naartoe gaat. Maar Juventus wordt genoemd als grootste kanshebber. Als we naar Juventus toe gaat,
krijg jij sowieso wel een kaart, natuurlijk. Maar als je naar Juventus toe gaat met de rol om in het bestuur te zitten, krijgt hij geen kaart, dat weten we ook. En er zijn geruchten dat dat gaat gebeuren. Er zijn twee geruchten. Nummer 1 is dat hij gewoon tweede keeper wordt en vanaf volgend seizoen pas in het bestuur gaat zitten. En de andere gerucht is dat hij nu al in het bestuur gaat zitten. Want natuurlijk, bij Juve heb je momenteel al Perin en Chesney beide al doel staan. Dus ja, dan moet hij aanschuiven als derde keeper. Of hij dat nou wil, vraag ik hem ook af. Maar goed, dat gaan we ook in de gaten houden. En er is een kansje dat hij dus niet op FIFA 20 zit. De eerste keer in alle versies van Ultimate Team, denk ik dan. Dit waren alle beste spelers waarschijnlijk wel die niet meer op FIFA 20 zitten. Ik ben er natuurlijk wel een aantal vergeten, zoals bijvoorbeeld Rosheuvel, Legend van NAC Breda. Dat soort spelertjes. Maar maakt niet uit, want die verdienen niet echt heel veel aandacht in mijn video. Hopelijk vond je een leuke video. Heb je een blauwe omhoog gedaan? Geabonneerd op Twinity. Dan zie ik jou in de volgende video weer terug. En dan zeg ik zoals altijd tot de volgende keer, jongens. Joe, later!